Paulien, jij woont alleen met je moeder Eva, maar jullie hebben het helemaal niet leuk samen. Vandaag zijn jullie in een pretpark, maar ook daar zit jij alleen in alle attracties, terwijl je moeder op het terras zit met haar laptop. Tenminste, dat dacht je, want je was niet op het terras, maar ze was nergens te bekennen. Eva, jij hebt het even helemaal gehad met je dochter en bent haar expres vergeten in het pretpark. Maar vanuit het restaurant, daar werd je gebeld en je moest er wel komen ophalen. Jullie zitten nu in de auto terug naar huis. Mama? Ja? Ben je depressief sinds papa vertrokken is? Bij dat jong ding gaan wonen? Huh? Met die blonde Del? Bedoelde dat? Ja. Nee. Wat is er dan? Ja, ik had gedacht dat uw papa u ook wel eens zou meenemen naar een pretpark. En 50% van de tijd dat jij bij uw papa zou zijn. Maar jij wilde niet bij uw papa. Jij moest zo nodig bij uw mama blijven. En als er al eens iets goed voortkwam uit die scheiding, was het feit dat jij de helft van de tijd bij uw papa zou zitten. Och, ga er weer blijten, schat. Je gaat er, ja, ga er wenen. Hier. Ik vind die blonde en die jongen ook helemaal niet zo leuk. En daarom wil ik veel liever bij u blijven. Sorry, mama. Ja, nee, het is zo. Heb ik weer. Het was fijn geweest als uw papa een leukere vriendin had. Maar ja, dat is niet. Hè? Het is een blonde Del en het is een bitch. Maar ja, het is wel uw papa. Jij blijft toch ook met mama? Nou, maar ja. Maar misschien ga ik ook eens met een jonge klootzak, dat zou kunnen, hè. Wat ga je dan doen? Hè? Waar ga je dan wonen? Hè? Bij oma en opa. Bij oma en opa? Ja. Ah, wel. Misschien is dat sowieso wel een idee. Zo even. Hè? Bij oma en opa. Ziet je mij ook wel graag? Ja. Ja. Maar uw oma, oh, die ziet u doodgraag. Hoort jij uw eigen nu al bezig? En dat noemt me dan een moeder. Ja, ik noem mezelf niet een moeder, hè, zoetje. Ja, ik heb u ter wereld gebracht, dus ben ik per definitie een moeder. Maar ja. Zou je mij missen als ik voor altijd bij papa ga? Het is gewoon voor de moment voor mij niet zo gemakkelijk, hè? Waarom? Omdat ik het allemaal alleen moet doen. Maar vraag dan aan papa of hij één weekendje maar wil af... Ik heb dat toch al gevraagd aan uw papa? En wat wilt je dan doen? Mij in een weeshuis stoppen? Maar nee, ik dacht, ik laat u in een pretpark. Wie wil er nu niet eens overnachten in een pretpark? Alleen, enfin, helemaal alleen. Welk kind vindt dat nu niet tof? Ik zou ik weet niet hoe tof gevonden hebben vroeger. Maar nee. Jij kreeg vroeger altijd aandacht van oma en opa. Dat is waar, ja. Dus even alleen zijn zou wel leuk zijn. Ik krijg nooit aandacht van uw mama, nooit. Een knuffel, een kus voor school, dat is al te veel voor u. Dag, uw boterham is dan klaar. Dat is het enigste dat ik krijg 's morgens. Ja, ik maak toch uw boterhammen? Te veel aandacht. Schatje, dat is heel verstikkend, hoor. Je geeft mij nu geen aandacht. Ja, echt nee, niks. Dat is misschien ook te veel het andere uiterste, maar ik...
Je wilt het toch altijd anders doen dan uw ouders? Die hebben mij verstikt. Ik dacht, ik laat u los. Ik wil... Je wilt niet los. Ik begin het te begrijpen. Mama, ik zie u graag. Ja, ik zie u echt. Je ziet mij graag. Ik zie u. Nu even heel graag. En morgen? Ja. Morgen is een nieuwe dag. Zullen we dan zien hoe het morgen is? Dag voor dag. Zullen we dat afspreken? Ja. Oké, tot hier.